mijn ervaring hierin is dat we de neiging hebben om de dingen die te overzien zijn voorrang te geven. Want het voelt als vooruitgang. Het voelt als een vinkje kunnen zetten bij een hokje of iets kunnen doorstrepen. En dat is heel aantrekkelijk. En als je daarnaast iets hebt staan waarvan je weet, daar moet ik nog aan beginnen, dat heb ik nog niet helemaal onder knie, ik weet nog niet waar dat gaat eindigen, dat is een groter, ongrijpbaar ding, hebben we de neiging om die minder hoge prioriteit te geven. Wat ik probeer te doen, is ik heb een algemene to-do-list van mezelf, die opgedeeld is in secties. En een van die secties is vandaag. En wat ik doe als dagelijkse taak is, ik ga door de algemene lijst heen. En dan kijk ik naar alles wat de terugkomende dingen zijn die dagelijks of wekelijks moeten. En alles wat de grotere projecten zijn die eigenlijk prioriteit zouden moeten krijgen. En per dag kijk ik naar welke moet bovenaan komen op die lijst. Dus als ik één prioriteit met vlag en wimpel bovenaan mijn lijst heb staan en ik begin met de tweede, dan kan ik mezelf niet voor de gek houden. Dan weet ik dat ik iets doe wat ik niet zou moeten doen.